Vandaag maak ik een bloemstuk voor Moederdag met aardappelen en een paar bloemetjes. Ik ga u hier geen ingewikkelde constructies laten zien, maar wel een paar haalbare ideeën. Zelfs als u geen doorgewinterde bloemschikster bent. Het is heel haalbaar voor iedereen en zeker voor elk budget, want there's no budget like low budget. Een bloemstuk met aardappel zult u zeggen. En eigenlijk is het idee niet eens zo origineel als u weet dat de aardappel oorspronkelijk geïmporteerd werd omwille van zijn bloemen. Want Louis XIV droeg bloemen van de Solanum, de aardappel dus, op zijn revers en Marie Antoinette in haar haar. In dit geval heb ik een leuk okerkleurig pannetje gevonden in een kringloopwinkel. Die vullen we met de goed doordrenkte oasis. De volgende stap is simpelweg onze 7 aardappelen. Daar hebben we de tonkinstokjes voor nodig. Ik begin met een iets of wat dikkere aardappel aan de rand. Liefst houten stokjes. Minder aanbevolen om ijzeren stokjes te gebruiken. Zeker omdat er roest kan ontstaan. En het bederf van de aardappel treedt dan ook sneller in. Voilà. Dus dat ik een randje maak van aardappelen. Die zet ik hoog op hun pootjes, zodat ze de bodem raken. Je ziet ook dat ik een beetje een bol gecreëerd heb. Dat heeft natuurlijk ook het voordeel dat je aan alle kanten van de tafel een optimaal zicht hebt op zo'n bloemstuk. Voilà. Okay. Volgende stap, onze roosjes. Steeltjes zuiver houden, schuin aansnijden. U snijdt de roosjes schuin aan, want dan blijft de drinkmond mooi groot. En hoe langer ze kunnen drinken, hoe meer kans ze hebben om mooi open te komen. En dan is een roos op haar mooist. In principe kunt u natuurlijk ook andere bloemen gebruiken. Het is geen enkel probleem, want het is natuurlijk nog leuker als u met bloemen werkt uit eigen tuin. U kunt natuurlijk ook tulpen gebruiken, geen enkel probleem. Dan houdt u het ook low budget. Maar dan moet u wel rekening houden dat u maar een paar dagen plezier heeft van uw stuk, zoals u het aflevert. Tulpen blijven doorgroeien, tenzij u ze buiten zet. Ik ben ondertussen al begonnen met mijn ornithogalums of zuidenwindlelies. Heel dankbaar bloemetje. Omwille van zijn houdbaarheid. En omwille van die houdbaarheid, want ze staan echt weken, heet het ook bloemistenverdriet. Als iedereen zuidenwindlelies kocht, verdiende bloemisten niks meer. Voilà. In principe is het bloemwerk nu klaar. En nu komt het neer op de afwerking ervan, om het stuk een beetje body te geven. We gaan de gaatjes opvullen met mos. En dan zult u meteen zien hoe het oranje samen met het oker van het pannetje in één keer gaat sprankelen als ik er een beetje mos in doe. Mos is een beschermde plantensoort, dus ik zou u niet aanraden om eender waar mos te gaan plukken. Maar als u één keer mos heeft gekocht en u heeft een schaduwplekje in de tuin, kunt u daar altijd een eigen moskwekerijtje beginnen. Want u legt de mos daar neer, zorgt dat het vochtig blijft, ook in de zomer. Maar het enige waar u op let is dat de mos geen zon krijgt. En heeft u eigenlijk altijd een beetje mos op voorraad om mee te kunnen schikken. In principe is uw stuk nu helemaal klaar. Het kan alleen maar mooier worden als die ornithogalums ook nog een keer gaan bloeien. Dan hangen ze ook een beetje af, wordt het nog rijkelijker. En om uw aardappelen een beetje glos te geven, heb ik een hele goede tip voor u. Olijfolie. Dus is een simpele oplossing als olijfolie, met een doekje op elke aardappel, net genoeg om de stoffigheid van zo'n aardappel ervan af te nemen. De ornithogalums en de rozen die ik hier gebruikt heb, waren langstelig, wat absoluut niet nodig is. En hoe korter de steel, hoe goedkoper. Vraag daar gewoon naar bij uw bloemist, want hij kan ze zo meebrengen van de veiling. Goeie dagcrème doet wonderen. Alsjeblieft. Voilà, niks zo leuk als een zelfgemaakt cadeau voor Moederdag.